Thank you, Chair. Dear Commissioner, dear colleagues, I will continue in Dutch. Soms ben je wel eens op zoek naar een nieuwe oplader of een cadeautje voor je jarige neefje. En dan kom je online spullen tegen voor zulke lage prijzen en dan vraag je je af, hoe kan dit zo goedkoop zijn? Het is bijna te mooi om waar te zijn. En dat is het ook. Meer dan 2/3 van de producten die op buitenlandse online marktplaatsen worden gekocht, zijn illegaal of voldoen niet aan de Europese veiligheidsvereisten. En hun producenten zijn meestal niet gevestigd binnen de EU, waar de consumenten ook nog eens met hun klacht naar het buitenland moeten. En nu we online werken, leren en winkelen, groeit e-commerce in Europa hard. En dat is goed, maar het is wel belangrijk dat mensen op de kwaliteit en veiligheid van hun producten aankunnen. En helemaal omdat onze Europese marktplaatsen en producenten zich, een uitzondering daar gelaten, wel netjes aan de regels houden. Ik ben dan ook blij dat de Europese regels voor de online dienstverlening worden herzien, om zo consumenten beter te beschermen en zodat onze bedrijven niet op achterstand blijven staan. Dat betekent ook dat als je actief bent in de EU, je een aanspreekpunt in de EU moet hebben wanneer producten of diensten niet voldoen aan de Europese standaarden. Kortom, ook buitenlandse bedrijven moeten zich op onze markt aan onze regels houden. En door de coronacrisis hebben we ook het potentieel van nieuwe technologieën gezien. Zo helpt artificial intelligence artsen bij de zoektocht naar een vaccin en het monitoren van patiënten. En willen we AI op grotere schaal gaan gebruiken, dan is daarvoor vertrouwen van mensen en bedrijven cruciaal. Daar kunnen duidelijke en transparante regels bij helpen. Gelukkig is AI niet nieuw en wordt dit al door verschillende wetten gereguleerd. En ik pleit er dan ook voor dat we bij de introductie van nieuwe regels zorgen dat die regels proportioneel zijn naar de impact van de AI-toepassing. Want een slimme thermostaat voor de verwarming in huis is nu eenmaal niet te vergelijken met een algoritme dat fake news via social media verspreidt. De digitale markt is bij uitstek een internationale markt en onze ontwikkelaars moeten wat mij betreft de ruimte krijgen om onze Europese ambities waar te maken. Dank u wel.